Kroos kopt, daar is Haaland. Voor Mbappé eerste kans uit de goal. De Bruyne. Oh, De Bruyne. Oh, Courtois met een geweldige hand. I've always dreamt of winning this competition. So now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, een nieuw seizoen van de Champions Club gaat van start. Want ook de komende drie seizoenen zit u bij Pix Sports goed voor de UEFA Champions League. En niet zomaar de UEFA Champions League, maar 100% van het kampioenenbal. Elke wedstrijd van matchday 1 tot en met de finale is bij ons te zien. En in alle bescheidenheid, dat is niet bij alle collega's het geval. Dus dat blijft zo, je ziet alles bij ons. Er zijn wel een aantal dingen die veranderen. Er is een nieuw format op het kampioenenbal, de League Face. Daar hebt u ongetwijfeld al van gehoord. En om dat te vieren gaan we van start met niet twee, maar liefst drie avonden topvoetbal. Dag Wim de Koning en Wesley Sonck. Dag Nicola. Ja, drie dagen Champions League deze week. Dat is de eerste keer sinds ik ermee bezig ben in elk geval. Kijken jullie er naar uit, naar het nieuwe format? We gaan het niet helemaal opnieuw uitleggen, want wie bij deze podcast terecht is gekomen, weet al hoe het in elkaar zit, denk ik. Maar het is wel nieuw. Het zijn niet meer 8 groepen, Wim. Het is één grote competitie met 36 teams. Ja, het is niet omdat we het format kennen dat we weten hoe het zal evolueren. Dat is toch wel spannend. Ja, ik vind het wel spannend. En hoe ploegen daar gaan mee omgaan. Hè? Vroeger in de groepsfase wist je Real Madrid, wie zich zou plaatsen. Nu heb je het gevoel dat ze toch elke wedstrijd we gaan moeten proberen die punten te pakken. Ja, het is zaak om zo snel mogelijk bij de eerste 8 te geraken en te staan en duidelijkheid te krijgen voor de volgende ronde, want ik zal het snel even uitleggen. De eerste 8 zijn veilig voor de achtste finale. Die gaan rechtstreeks naar de achtste finale. En die andere 16, die van, wat is het, van 9 tot 24, spelen dan uiteindelijk onderling. En je kan maar eens een verkeerde ploeg trekken. Hè. Ja. Stel dat je nummer 9 bent en je moet dan tegen nummer, ik zeg niet maar 17 of zo, ik weet het dan niet hoe dat die trekking. Een topploeg die bijvoorbeeld net ietsje minder heeft bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, dan kan je wel eens pech hebben. Ja. En dan waarschijnlijk zal de laatste wedstrijd, waar vroeger al veel beslist was, toch nog veel mogelijk zijn om de zaken om te draaien. Dat is eigenlijk de bedoeling, hè? De voornaamste bedoeling, dat elke wedstrijd van belang is, omdat hoe hoger je in die rangschikking eindigt, dat bepaalt ook je lot voor de rest van de competitie. Dus daar ga ik inderdaad wel van uit, Wes, dat er niet zomaar snipperdagen genomen kunnen worden, zoals dat in het verleden wel het geval was. Maar die grote ploegen hebben natuurlijk kwaliteit genoeg om te wisselen. Dat is niet het probleem. Maar ik denk vooral dat die ploegen gaan denken van ja, we moeten effectief bij die eerste 8 hebben we dat zo snel mogelijk verwezenlijken. En ze gaan ondertussen ook wel topwedstrijden spelen waar ze misschien is een punten of punten zullen laten liggen. Dus ik denk dat het spannender zal zijn en blijven tot het einde, omdat er veel op het spel staat. Een andere bedoeling of doelstelling, Wim, was meer topwedstrijden hebben al voor nieuwjaar. Dus te zeggen in de eerste ronde, want we gaan spelen ook nog na nieuwjaar 2 speeldagen. Is dat het geval? Volgens jou hebben we effectief meer toppers. Ik heb er hier een aantal opgelijst. We hebben Bayern PSG, Arsenal Inter, Milan Liverpool, Liverpool Leipzig, Dortmund Barcelona, Real Milan, PSG City. Zijn dat er, denk je, meer? Is dat... Ik heb het gevoel dat dat waarschijnlijk een beetje in evenwicht zal zijn, omdat in elke poule zaten er ook wel 2 betere ploegen die dan ook tegen elkaar moesten. 2 keer dan nog wel. Hè? Dus we gaan het moeten ontdekken. Dat gevoel heb ik wel. Ja. Ik heb ook nog wel eens moeten kijken tegen wie speelt Club nu allemaal. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, tegen wie speelt PSG allemaal. Ja. Wel, het is onmogelijk om dat nu al allemaal in te schatten. Ik vind het heel erg. Het heeft ook geen zin dat we dat in detail van elke ploeg gaan overlopen. Anders zijn we ook 3 uur bezig. Maar Wesley, wat ik denk dat we wel al kunnen concluderen is, met een beetje pech bij de loting, zoals voor Paris Saint-Germain bijvoorbeeld, heb je wel een stuk zwaarder programma dan een andere ploeg. Celtic bijvoorbeeld heeft een relatief makkelijk programma. PSG heeft dan de ene zware tegenstander na de andere. Dus daar zit wel een klein verschil op, toch? Ja, en in dat opzicht wel, omdat vanuit in die poules met 4... heb je 1, als je dan zelf de sterkste bent, 1 tegenstander. Een hele sterke tegenstander. Alhoewel dat ik moet zeggen dat vorig jaar zaten ze in Milan. Het had altijd wel Dortmund. Ze zaten in een poule waar het al moeilijk was. Maar de ene topploeg kan makkelijker loten dan de andere. Ja, benadeeld of bijvoorbeeld. Ja. Meeval, ja. En maar PSG, in het geval van PSG, Nicola, als ze dan
zo scherp zijn dat ze al die matchen winnen, gaan ze ook een tegenstander dan al 3 punten afpakken. Ja. En ervoor eindigen en dan een betere loting hebben om verder te gaan. Dus het is een mes dat langs 2 kanten snijdt. Ja. Terzelfde tijd, als ze dan niet bij de top 8 zijn, ja, dan wordt het moeilijker. Dus vandaar dat ik denk dat de zogezegde poelenfase die toen was, dat we tot en met nieuwjaar of eind januari wel veel meer interessante zaken gaan meemaken. Mijn vraag is, normaal gezien zeiden we altijd, de Champions League begint eigenlijk na nieuwjaar, omdat we wisten dat de grote ploegen zich toch altijd plaatsten. Ja. Gaan er dit jaar al verrassingen zijn, die ploegen die uitgeschakeld worden voordat de achtste finale beginnen? Uitgeschakeld zou in dit geval betekenen eindigen tussen plek 25 en 36, want dan is je Europese avontuur of tussen 9 en 4 en dan in onderlinge confrontatie eruit liggen. Ja. Maar dat is dan zogezegd de vroegere knock-out-fase die begint. Ja, okay, ja. Allee, ja. Maar ja, ik begrijp je vraag. Maar we zeiden zelfs, want de groepswinnaar moest altijd in de achtste finale tegen de tweede van een andere poelen. En meestal, die groepswinnaars tegen... Gingen meestal door. Gingen meestal, 90% van de gevallen, gingen die naar de kwartfinale. Dus eigenlijk begon de Champions League soms maar in de kwartfinale. En dat gaat een ander geval zijn, denk ik nu, hopelijk. Ja. Dat denk ik ook, ja. Okay. Wel, we laten het op ons afkomen en we gaan er van genieten. En we geven het gewoon een degelijke kans, natuurlijk. Hè. Onze eindredacteurs, die vragen jullie altijd, wie is jullie favoriet? Pronostiek, dat gaat dan een heel seizoen mee en dan pesten we elkaar daarmee. Ja. Wesley, wie heb jij gekozen? Ik dacht eerst Barcelona zeggen, maar ik heb deze morgen toch doorgegeven City. City. Je weet dat City zowat overal als topkandidaat naar voren wordt geschoven. Wat een ander zegt, interesseert me niet. Wat ik zie met mijn ogen, dat is het belangrijkste. Ja, okay. Goed. We gaan er zo meteen verder op in. Wim? Ik heb ook nog deze morgen moeten doorgeven. Bas Coupé, eindredacteur. Bas was er. Ja, was aan het aandringen. Maar gewoon omdat ik al een aantal dagen aan het twijfelen was. Ja, ik herken echt dat. Wel, echt aan het twijfelen. Wie had jij dan? Wacht. En, vorig jaar was er maar één iemand die Real had gezegd. Carl Dirksen. Omdat wij Real altijd zo wel wat minimaliseerden. Wij hadden bijna allemaal City. Ik wou dit seizoen eens iets anders doen. Ik dacht, er gaan er velen met Mbappé nu naar Real. Weer Real zeggen. Ja. Maar blijkbaar is dat toch niet het geval. Alhoewel, we weten nog niet wat de andere gezegd iemand. Heeft. Ja, één iemand. Ik ben al ingelicht. Ik weet wie. Maar wie, ik ga het niet zeggen. Die toch Real genomen heeft. Jijzelf dan. Nee, ik niet. Ja. Ik wou voor een verrassing gaan. Ja. Omdat dat dan... Ja, dan kan je als enige zijn. En ik zat in mijn hoofd met Liverpool, maar omdat ze dit weekend dan verloren hebben. Ja, dat is de waan van de dag. Ja, natuurlijk, maar Wesley heeft ook de waan van de dag gepakt. Want hij zegt, ik zie wat ik zie met mijn ogen, natuurlijk. Ja. Wat heb ik ook gezien? Ik heb ook City gezien en ik zie Haaland. En ik heb weer City genomen. Dus je gaat niet voor Liverpool. Nee, ik heb City genomen, City. Ja, natuurlijk. Maar Wim, ik kan je zeggen... Maar het was lastig om het door te geven. Als je nu moet kiezen... Het voetbal die nu gebracht wordt, dan zeg je Barcelona. Ja, omdat zij, ik heb wel getwijfeld ook. Zij voetballen, ik heb al een paar wedstrijden gezien. Ja, die staan er echt wel boven. Maar... Wacht, ik geef even mee. Nieuws heet van de naald. We hebben natuurlijk onze Spanje-volger, Michael van Varenberg, stuurde net een bericht. Het is nu rond de middag. Dani Olmo, 5 weken uit. Verandert dat iets? Er zijn er al veel die daar uitgevallen zijn, maar die hebben kwaliteit genoeg. Okay, ja. Maar het is op het moment nu, en we weten dat dat niet belangrijk is. We weten al door de jaren heen dat het pas begint. Nee, maar het begint nu vroeger. Ja, maar het net gezegd. Ik blijf erbij. De absolute grote ploegen, dat komt pas maandag. Jij kiest Man City. Maar Wim, ik geef je even mee. Ik laat je nog even twijfelen. Er heeft niemand Atletico Madrid gekozen. Er heeft niemand Inter Milan gekozen. Er heeft niemand Paris Saint-Germain gekozen. Je kunt nog wijzigen. Nee, ik ga niet meer. Kies voor iets origineels. Ik heb ook aan Barça gedacht, natuurlijk. Maar dan zag ik ook Fermin, Frenkie de Jong, die zijn Gavi, al een paar keer gekozen. Araujo, Christensen, Olmo. Allemaal geblesseerd. Niemand. Maar ik heb wel iets met Hansi Flick als coach. Ja? Die heeft Bayern ook gereanimeerd. Ja? En velen... Hij is live in de uitzending nog aan het twijfelen. Ja, maar ik ga voor Manchester City. Er is niemand die Inter heeft, Atletico of Paris Saint-Germain. Heb je gisteren Inter gezien tegen Monza? De waan van de dag. Dat is ook een indicatie. Dat zijn indicaties dat je ziet hoe sterk zijn die ploegen nu, maar die kunnen kan zo switchen. Dus Wim,
Kan ik je nog overtuigen? Nee. Echt? Oké. Okay. Ja, echt. Maar ik lees ook nu, er gaat een rechtszaak beginnen tegen City. Ja, klopt. 115 aanklachten zijn er. En ze zouden wel eens naar tweede klasse kunnen gaan. Misschien als ze halverwege het seizoen niet meer mogen meedoen. Geen idee. Ja. Dat zou gerust kunnen. Maar nee, de uitspraak zou maar in 2025 zijn. En dan hopelijk na de finale van de Champions League. Ja, alright. Goed. Ja. Oké, okay, merci mannen. Wim, we gaan het chronologisch aanpakken. We hebben 3 dagen. We gaan meermaals reizen naar de wedstrijd ter plaatse. Jij gaat morgen naar? Real Stuttgart. Samen met Peter, met Peter van den Bemt. Ja. Ben je er al geweest in het vernieuwde Bernabeu? 1 keer, ja. 1 keer, oké. Okay. Ja. Schitterende arena en je gaat een beetje geschiedenis meemaken toch? Hè? Eerste wedstrijd in de Champions League voor Real Madrid van? Mbappé. Ja, Mbappé. Ja. Die hier en daar al kritiek gekregen heeft omdat hij de eerste 3 matchen van de competitie niet scoorde. Maar nu 3 goals heeft gemaakt in 2 matchen. Ja, penalty wel erbij. Ja, kritiek. Dan weet je dat er kritiek ging komen op Mbappé. Ja, want Los Galacticos, het stopt wel niet. Hè? Dus ze zijn Champions League winnaar. Als je dan Mbappé er nog eens bij neemt, ja, dan denk je los erover. Maar ze hebben al 2 keer gelijk gespeeld in La Liga. En er zijn ook wel veel blessures. Hè? Ja? Ook opvallend. Hè? Alaba, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Brahim Diaz bijgekomen. Misschien komt er straks nog een bij. En ze hebben toch een relatief kleine kern. Alleen, er is weinig veranderd aan de kern. Nee, dat klopt. Ze werken altijd met dezelfde mensen. Hetzelfde bij City. Er is ook bijna niks veranderd. Er zijn veel ploegen eigenlijk. Hè? Inter Milan is ook zo'n aftal waar veel, niet zoveel veel is veranderd. Ja, hier en daar komt er wel eens een speler Arsenal bij. Arsenal ook versterkingen. De kern is beter geworden. Ja, maar ja, bij Real is al een Mbappé erbij gekomen. Bij City zijn er ook 1 of 2 nieuwe bij. Ja, dat is, die ploegen die hebben hun kern. Die hoeven niet zotte in te komen omdat er kwaliteit aanwezig is. Alleen de grootte van de kern... Dat kan misschien een probleem zijn, wij hier of daar bij Real misschien, maar uiteindelijk zal er wel alles in de Wat verwacht je van die match tegen Stuttgart? Zij werden in de Bundesliga tweede, zeker, hè, vorig seizoen. Ja, ja. Maar zijn wat kwijtgeraakt en hebben ook hier en daar iets bijgehaald. Ja, vooral die topscorer Guirassy is weg en ook Waldemar Anton. Toch centrale verdediger, diepe spits in de as, dat is toch wel belangrijk. Die zijn alle twee naar Dortmund. Ik wil toch wel iets zeggen over het statuut van Dortmund vergeleken bij Stuttgart. Maar we kijken er wel naar uit. Het is een ploeg die niet zo bekend is. Maar Dennis Oendaf heeft vorige week tegen Nederland zijn eerste goal gemaakt voor de mannschaft. Dat hadden wij toch nooit gedacht. Dat was een goeie in België, maar die kwam dan van derde klasse in Duitsland. En in Engeland lukte het niet. Dus ik ben echt benieuwd wat hij dan tegen zijn ploegmaat, Rüdiger, kan gaan doen. Zijn ploegmaat bij Duitsland? Nee, niks. Denk je dan? Ik denk toch niet. Nee, dat denk je dan. Onze Rudy noem ik hem. Onze Rudy. Ja, maar het was ook tegen Virgil van Dijk. En De Ligt en Hakee, dat hij die goal maakt. Hè. Hij reageert vaak gewoon heel snel. Staat vaak op de juiste pas. Hij is niet overdreven groot. Hij kan niet overdreven goed koppen. Hij is niet snel. Kan niks eigenlijk. Dat is precies zoals ik vroeger. Jawel. Hij heeft geen dribbel. Jij kon wel geweldig koppen, wens. Jij kon ook salto's en zo. Maar voor de rest shotten, dat ging minder. En als je hem ziet lopen, ziet er ook veel ouder uit dan 28. Ja. Ja. Maar is wel Duits international, hè? Ja, met Fulskroeg daar in de spits. En, dus ik ben benieuwd wat hij kan. Maar je neemt aan, Real. Maar wel ferm gehandicapt. Hè. Dat is duidelijk. Kroos is dan ook nog weg. En we weten dat Real altijd moeilijk in gang geraakt. Ook in de Champions League. Maar het is thuis. En het gaat echt wel om de 3 punten. Ja, ze moeten zeggen, dat gaat toch geen probleem zijn. Ja, nee. Ja, maar je mag maar nooit, die opstelling. Nooit of altijd met 2 woorden spreken. Ja. Natuurlijk, maar... ja. Brahim Diaz is ook uitgevallen. Ja, die is ook 3 maanden buiten strijd. Ja. Ja. Maar goed, Mbappé is dus wel fit en we hadden het net al even over hem. Hij toonde zich na afloop van de winst in de Europese Supercup tegen Atalanta alvast zeer ambitieus bij zijn nieuwe ploeg. Quand tu joues au Real Madrid, tu veux gagner les 7 trophées, donc c'est l'objectif, mais on va aller match par match et on va essayer de s'améliorer à chaque fois. Commencer par un trophée et un but, c'est très spécial, mais jouer pour ce club qui est le plus grand du monde, c'est encore plus spécial et c'était une grande soirée aujourd'hui.
Ja, ze hebben die Supercup al op zak gestoken. Daarin scoorde hij overigens wel meteen. 7 trofeeën. Ik moet al even gaan uitrekenen dan welke hij allemaal bedoelt. Maar dat zal wel kloppen, zeker. Hoe ver staat Real Madrid als je kijkt naar hun voetbal in La Liga? Ze hebben 11-15 nog niet verloren. Wel 2 keer gelijk tegen bescheiden tegenstanders. Las Palmas, Real Mallorca. Ja. Gisteren ook grote stukken van de wedstrijd gezien. Dat was tegen Sociedad. 0-2. 0-2, twee keer penalty, wat Wim ook zei. Real is nog altijd een ploeg van flitsen. Dat zit allemaal degelijk in elkaar. En dat zal niet veel veranderen ten opzichte van vorig jaar. De manier waarop ze speelden. Zij kunnen balbezit spelen, maar ze kunnen ook tegenstander de bal geven. Zeker tegen sterkere ploegen. Maar ik heb het gevoel dat altijd met de individuele actie in het laatste derde altijd verschil gaat. Wat ik al van verschillende mensen hoorde en las. Er is op dit moment een beetje een onevenwicht tussen verdediging en middenveld en aanval. Die schakel op het middenveld, die Kroos was verbinding weg, met de aanval, is er nu niet meer. Riskeren ze daar een onevenwicht? Ja, en ook het feit dat die Tchouaméni en Camavinga ook uit zijn. Ook een belangrijke. Valverde komt heel vaak nu. Die moet heel veel doen, hè? Ja, die moet heel veel doen. Maar ja, goed, die speelde vroeger of vaak op de rechterkant als hangende. Nu met Mbappé daarbij is dat nu over en uit. Dus die zal wel ergens in het middenveld spelen. Modric speelt redelijk veel door al die blessures op zijn leeftijd. Dus ja, daar kunnen ze wel wat extra nog wat gebruiken. In de zin van recupereren van blessure, van een geblesseerde. Maar nogmaals, ik denk dat kwaliteit genoeg is. Güler speelde nu. Hendrik hebben ze ook nog. Maar dat is allemaal meer aanvallend. Ja. Hè. Ook Güler, Hendrik. Ik denk niet dat dat direct op de bedoeling was van die direct erin te zetten. En dat zijn ook niet echt middenvelders. Hè. Dat zijn meer aanvallende spelers. Maar vorig jaar, Nicola, waren er... of was er maar één iemand die Real pakte? Omdat weer. Hè? Ja, wij hadden dus nooit gedacht... Wie zegt dat? Nee, zeg het. Wie gaat... Jonas ook? Maas. Oké. Ja, Jonas, een kenner. Okay. Goed. Maar we hadden nooit gedacht dat Bellingham zo geweldig zou beginnen en zo'n geweldig seizoen zou spelen. Dat hadden we nooit gedacht. Nu, Courtois was uitgevallen vorig jaar. Die is er nu weer bij. Mbappé is erbij gekomen, Bellingham. Vinicius heeft zich nog meer geprofileerd. Dus ze zijn alleen maar beter geworden. Mm-hmm. Toch pakken wij ze niet. Ja, typisch. Toch pakken wij ze niet. Waarom doen we dat? Omdat je denkt... De onevenwicht dit jaar, dat kan niet. Zo dit jaar kan niet. Mannen, van... Stuttgart, ze hebben ook nog Demirovic trouwens gehad. Dat wil ik nog even toevoegen, want die scoorde 2 keer afgelopen weekend. Nieuwe spits ook. Ja. Maar van Stuttgart gaan we naar Dortmund, want dat is de enige... Al-Dakil hebben ze ook. Al-Dakil, dat is toch wel verrassend. Hij zit nog niet in de selectie, is nog niet fit, onze landgenoot. We gaan van Stuttgart naar Dortmund, zoals een paar van hun spelers. Want Dortmund is de eerste tegenstander van Club Brugge. Club Wesley heeft 12-12 in de competitie, heeft gewonnen van Kortrijk. Is de rust net op tijd teruggekeerd voor de start van de Champions League? Maar als je 12-12 valt, lijkt me dat... En is het niveau oké om eraan te beginnen? Ja, dat niveau is oké voor de Belgische competitie. Maar ik denk als je tegenstander krijgt van het allure van Dortmund... Dan ga je wel direct weten dat je het niveau moet omhoog krikken. Want anders gaat dat wel een probleem zijn. Nicky Haaien lijkt een vaste basis zelf te hebben gevonden. En een evenwicht in het team, of niet? Jawel, dat zou wel kunnen. Maar goed, die mannen zullen toch het niveau moeten omhoog duwen. Want... we weten van Dortmund. Ik had ze vorig jaar. Ik had ook ingeschat toen ik ze zag op PSG. Dacht ik van oei. Zo een finalist. Mbappé 1 tegen 1. Ja, die eerste match. Hoog spelen, druk vooruit. Mbappé heel vaak 1 tegen 1. Mbappé die flitst daar voorbij. Dan maakte die ook snel een goal. Dortmund was nergens in PSG. En ik dacht oei, moeilijk. Ja, dan speelde die man de finale. Ja, Dortmund nooit naar de finale. Als ze de laatste 8 of de laatste 4. Veel geluk had. Zo zie je maar dat we er met z'n allen helemaal geen fluit van kennen. En 5e in Duitsland geëindigd uiteindelijk. Ja. Heel moeilijk gehad in Duitsland. Maar door de extra plek toch nog Champions League. Maar de echte referentiematch... die ze zogezegd al tegen Sterk spelen, gaan ze nu wel moeten spelen om iets te halen. Ja. Maar je kan beter thuis tegen Dortmund moeten dan naar Gende. Dat vind ik ook. Want thuis hebben ze tegen Dortmund al regelmatig resultaten gehaald. Al zijn het dan al nulletjes of zo. Want Witzel hebben we daar ooit
voor het eerst centraal achterin zien spelen. Ja, ik was daarbij, live. Ja, met Dortmund, dat we zeiden, er is wat mogelijk. Openda heb ik dat nog weten invallen, ook tegen Dortmund. Kregen nog een reuze kans. Dus, en Dortmund zou niet zo goed aan het spelen zijn. Voorlopig. 4-2 gewonnen. 4-2, ja. Maar ik lees dan ook. Ja, ja. En, ja, natuurlijk. Maar ze hebben wel wat mensen laten rusten van het weekend. Ja. Hè? Belangrijke mensen. Hè? En dan is het ook uitkijken. Duranville. Misschien zien we die ook wel op de Belgische vallen. Ja, dat, is, dat blijft voor mij toch een groot vraagteken. Je gaat die hier nu toch niet afschrijven, hè, Wesley? Nee, mijn vraag is alleen hoe lang gaat hij het volhouden zonder blessure? Dat is de vraag. Ik heb begrepen, de groeispurt is over. Nu gaat hij fit blijven. Ja, maar we gaan positief zijn. Het probleem is heel vaak geweest dat hij te snel op een hoge... Kijk, dat is zo'n geval die ik altijd gevonden heb bij het nationale elftal. Vorig jaar had hij eigenlijk U19 moeten spelen. Ja, dat is goed. Hè. Nu is hij geen coach meer van U19, Wim. En nu kan hij vrij uitspreken. Nee, maar dat is ook. Maar dat deed hij anders ook. Dat deed ik ook. Die gast was gescout voor ons. En ze vonden dat hij omhoog moest. Ze vonden dat hij bij de U21 moest. Waar Wim dan ook nog en jullie beide commentaar geven. Waar hij dan een wedstrijd is ingevallen thuis. Maar na 10 minuten al even naar de hamstring gegrepen. En ik dacht, het is niet waar. Uiteindelijk tweede wedstrijd niet gespeeld. Dus mijn vraag is altijd, in Dortmund ook, ondanks zijn leeftijd, zijn groeispurt, niet te snel. Niet te snel op dat niveau veel spelen. Want dat kan niet vast. Maar bij Doku hadden we hetzelfde gevoel. Ja, maar hij is ook heel veel geblesseerd geraakt. Net daarom. En dat is een moeilijkheid op die leeftijd. Kalm, rustig. Ja. Brengt die gasten rustig. Ik denk dat ze dat ook wel gaan doen. Ik hoop het voor hem echt. Ja. Grootste verandering bij Dortmund vind ik de coach. Terzic is weg. Nouri Sahin heeft overgenomen. 36. En daar werd alleen maar positief over geschreven en van alles gezegd. En nu lees je, maar ze spelen niet goed. Ja. Dus om te zeggen dat hij de pers... was vorig seizoen al assistent. De pers in elkaar zit. Het gaat allemaal fantastisch zijn, want Nouri Sahin, dat kan hij binnenkort. Sportpers, sportjournalisten, Wim, niks waard. Ja, ik vind het ook. Wim, mag ik je even reminden aan het programma van Club Brugge? Je zei daarnet, ik wil het nog wel eens zien. Ik heb het voor je meegebracht. We gaan het overlopen. Dus Dortmund eerste match, dan Sturm Graz uit, Milan uit, Aston Villa thuis, Celtic away, Club Sporting, Club Juventus. Dat gaat dan over december en januari. En de laatste match is er een uitwedstrijd bij Manchester City. Globaal gezien, jongens, hoeveel kans maakt Club om punten te scoren en waar? Ze wilden, of de ambitie is 8 punten, of misschien meer. En ze hebben uitgerekend als je met 8, dat je ongeveer bij die 24 eerste bent. Maar dat zal al een geweldige prestatie zijn. Ik denk dat ook. Als je tussen 9 en 24... Ja. In welke wedstrijd en zeker als je 8 punten kan halen hier, dan heb je het geweldig gedaan. Ja. In welke wedstrijd haalt Club volgens jullie zeker punten? Is er zo'n wedstrijd? Het is naar Sturm Graz. Kunnen we dat zeggen? Ja. Nee, maar ik had nooit gedacht dat ze 0-4 gingen winnen in Porto, maar Porto kwam dan een paar weken later ook 0-4. Ik hoop op quotes die later tegen jullie gebruikt kunnen worden. Jullie kennen mij natuurlijk. Moet er een snippet zijn? Ze hebben meer wedstrijden om die 8 punten te halen. Dat is al een voordeel. Hè? Ja. Want vroeger wouden ze ook 8 punten halen, maar met minder wedstrijden. 6, nu hebben ze er meer. Maar het is en sowieso als je in de Champions League komt en het is zo'n loting, weet je dat je underdog bent. Hè? Dat zijn ze, als Belgische ploeg ben je dat sowieso. Maar het zou natuurlijk een opsteker zijn als je hier thuis een puntje kan halen tegen Dortmund. En ik denk dat veel ploegen nu beseffen, Club Brugge. Toch niet onderschatten. Opletten, want die kunnen wel iets. Ja, ik ben ook op zoek naar... Ik zou zeggen, Sporting thuis, dan moeten ze wel zeker iets rapen. Ja, maar Sporting rapen. Is toch wel... Ja, een goede ploeg, ik weet het wel. Je zou direct denken, Sturm Graz, maar ja... Ja. Maar Sporting is de laatste jaren wel wat beter dan Porto nog in Portugal. Ja. En die zijn goeie trainer, Ruben Amorim. 0-4 komen winnen. Ja, een geweldige Jukieres, trainer. Jukieres, de Zweed, goede spits. Ja, dus... En de Bast, die komt ook... Op de bank, Heeft van het weekend gespeeld. Heel de wedstrijd. Dat is wel Wim niet testen. Ik heb toch eens gekeken. Het was veel om te kijken. Hè, ja, niet normaal, maar ik ben daar toevallig toch jullie moesten gekomen. Maar 36 ploegen voorbereiden. Ja, het is daar maar. Ja. Zo klagen al. Gaan we naar de volgende wedstrijd. Ja. Want we steken er vaart in natuurlijk. We hebben altijd onze kort en krachtige voorbeschouwing. 35 minuutjes ongeveer. Dus Wesley, wij gaan woensdag naar Manchester. Ja. Man City tegen Inter, heruitgave finale 2023. We zeiden het al, er is niet superveel veranderd bij die ploegen. Man City, zijn ze versterkt of niet? Alvarez is vertrokken.
Goh, versterkt. Gundogan is terug. Ja, Gundogan. En Savinho is gekomen. En Savinho, die is nu geblesseerd, zie ik. Heeft wel gespeeld. Ja, is uitgevallen, denk ik. Ja, is uitgevallen. Maar bon. Doku op de bank. Dat wil zeggen dat hij waarschijnlijk toch zal gespaard worden voor die wedstrijd. Maar er is een Erling Haaland. En die heeft al een goal of 9 gemaakt. En die heeft meer goals gemaakt dan alle ploegen in de Premier League. Dus hij heeft 9 goals in 4 wedstrijden. En de meeste ploegen hebben daar 5 goals gemaakt. En het scheelde een haar of hij had 3 hat-tricks na elkaar. Ja, bal op de paal. Mag je iets zeggen? Ja. Mensen die nu nog zeggen dat hij niet kan voetballen, gaan toch eens stoppen, zeker. Ja. Want zo er nu gesproken werd over Mbappé en ja, gaat hij het wel maken? Dat was ook het geval bij Haaland in het begin, weten jullie nog? Veel kritiek gekregen, hè? Op een gegeven moment. Van wie? Ik vraag al van wie. Ja, maar dat was vooral door het feit, Pep speelde niet graag met een 9, met een echte 9. En dat is echt de typische echte 9. En op een gegeven moment, wij waren samen in Leipzig. Er zijn ook matchen waar hij weinig ballen raakt. 8 ballen. Blijft zo. 8 ballen zo. Had hij daar geraakt. Maar Kevin deed niet mee. Dat Kevin was ziek. En in die terugmatch tegen Leipzig, want ginder was het 1-1, penalty van Mahrez, weet ik nog. En Haaland, moeten we hem nog wel opstellen? Want we spelen met 10. Ja. Was er toch wel zo ergens een teneur. En de week nadien, of 14 dagen nadien, maakt hij er 5. Ja. Maar toen deed Kevin wel mee. En zijn er heel veel ballen in zijn richting uitgekomen. Mm-hmm. En Pep haalde hem eraf na een uur, omdat hij er anders 8 zou gemaakt hebben. En dat zou te veel geweest zijn. Het record van Messi. Dat zou te veel geweest zijn. Goed, het is goed dat je Kevin De Bruyne vermeldt. Want we hebben iets nieuws. Op social media posten we telkens voor de aflevering van de Champions Club een oproep om een vraag te stellen aan een van de analisten hier in de studio. Vandaag ging het over Man City tegen Inter. En ze mochten aan jou een vraag stellen, Wesley, de mensen. En Bram heeft dat gedaan. En zijn vraag is: is dit het laatste seizoen van Kevin De Bruyne bij Man City? Dat is een vraag waar ik niet kan op beantwoorden. Hè? Ja, maar je moet proberen, hè, Wesley. Dat is de afspraak. Ja, ik zou denken, als je daar goed zit bij City... Ja, maar... En dat is wat hij altijd zegt. Het is zijn 10e seizoen en hij is einde contract eind dit seizoen. Ja, maar hij wordt een dagje ouder. Ja, laat ons zeggen, ik ben speler geweest en ik denk dat een speler van dat niveau zelf beslist waar dat hij naartoe gaat. Omdat als hij blijft spelen zoals hij nu speelt en dat niveau kan aanhouden en hij voelt zich goed, want dat is ook een hele belangrijke, dan denk ik dat er geen reden is om te veranderen. Behalve als inderdaad de lokroep komt van de Saoedi's met... Ja, ik weet het niet, heel veel geld. Maar ik denk dan altijd, ik kies voor het sportieve, want je hebt er toch al genoeg. Ja. Maar dat zijn zaken waar wij niet kunnen over meespreken, want we hebben het nooit niet gedaan. Maar ik denk... Maar vooral wat Wes zegt... Ik zou het houden bij een goede ploeg in City. Hij moet zich goed voelen, dat is duidelijk. Dat weten we van bij de nationale ploeg. Ja, het niveau in Saoedi-Arabië zou wel eens kunnen nog minder zijn. Dus daar gaat hij geen spelvreugde hebben. Dat past niet bij hem, hè? Dat past niet bij hem. Hij heeft spelvreugde in City. Het is duidelijk. Pep mag hem gerust op de bank zetten en hem eraf halen. Kan hem managen. Het is moeilijk, Nicola, om als je... van een hoog niveau naar een lager niveau komt en je bent dingen gewend om te doen en je geeft een pass en die gasten lopen dan niet. Of ze snappen je niet. Of ze snappen je niet, of ze zijn te traag, of er is een niveau, wat we Nationaal Ploeg nu ook gezien hebben, dat die zijn frustratie uiten. Dan denk ik, dat moeten we dan niet gaan doen daar. En als ik de vraag van Bram herformuleer en vraag, is het voor Kevin De Bruyne nog mogelijk om weg te gaan bij City en ergens anders in Europa een sportieve uitdaging te vinden? Is hij daar nog toe in staat? Als je transfervrij bent, denk ik wel. Hè. Ja. Zouden jullie hem nog zien bij, ik zeg maar iets, Paris Saint-Germain, Real Madrid? Zou dat nog kunnen? Zou hij dat nog willen? Ik weet dan niet of dat op die leeftijd Real Madrid nog haalbaar is. Modric? Ja, ik dacht direct aan Barcelona bijvoorbeeld, omdat dat ook Pep. Barcelona, dat is een beetje hetzelfde voetbal. Daar zou je fantastisch kunnen aarden nog. Allee, ik wou net zeggen, ik zou ook kiezen voor de zon, maar hij is wel beker. Voor mensen moet er zon zijn en wat nog, Wim, weet je het? Nee? Een golfterrein. Tuurlijk. Ja. Maar dat is overal tegenwoordig. Ja, dat is geen probleem. Dat hebben ze overal. Zijn wel goeie, maar die vraag van Bram, die was er al nu
Nu, hè, ja, dit seizoen. Hè, want ja, hij was toch eens gaan praten al in Saoedi-Arabië. Er is contact geweest. Hij was al half weg. En de meesten dachten van hij zal wel toehappen. Want je krijgt maar één keer in je leven zo'n kans. Maar Kevin zal nog wel kansen blijven krijgen. Zoals naar Saoedi-Arabië. Zoals. Ik denk dat het belangrijk is. Maar goed voelen. Maar drie kinderen. Hij gaat daar ook wel rekening mee houden. Hij gaat daar rekening mee houden. En dan ben je beter af in Barcelona. Denk ik, vermoed ik. Dan in Al Riyadh of zoiets. Geen idee. Alright, goed. We gaan er nog twee wedstrijden snel bij pakken. Atletico speelt thuis tegen Leipzig. Dat is Witzel tegen Openda van de Voort en Vermeeren. Dus dat is toch ook wel interessant. Meteen tegen zijn broodheer, want het wordt uitgeleend natuurlijk. Atletico, niemand ziet hen als kandidaat eindwinnaar. Ze hebben voor 185 miljoen euro uitgegeven aan aanwinsten. Oh, ik zie meer dan uit naar Leipzig voor de Belgen natuurlijk. Maar ik heb gisteren ook wel wat gekeken naar Atletico. Ik wist eigenlijk niet waar ik moest beginnen en waar het eindigde gisteren. Atletico Valencia, 3-0. Hey, maar niet het eerste half uur. Was goed, ja, heel goed. Ja. Nee, wat had je gedacht met Atletico? Ik heb genoteerd 4 clean sheets na elkaar. Ja, dat is natuurlijk wel andere zaken. En dat is belangrijk om te zien. Hermoso, Savic, Gabriel Paulista. Hij heeft toch wat verdedigers van de hand gedaan. Ja, dat was wat minder de laatste jaren. Dus Oblak stond ook niet in de goal gisteren. Maar hij stond wel in de goal. Toch gespeeld. Vorige match speelde Musso. Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta en Lino. Dus ook mannen die af en toe eens wat kunnen kletsen als het moet. Dan Rodrigo de Paul, Koke, Gallagher. En die scoorde, hè, Gallagher. Ja, die scoorde. En Griezmann. Hij speelt eigenlijk in tweemans voorhoede met Sørloth, een jongen die we nog kennen van bij Agent. Nooit gedacht dat hij ooit dat niveau zou halen. Hè? Nee. Dus, Woendaf maakte dan wel veel doelpunten, Sørloth maakte niet veel goals. Maar je ziet toch Villarreal wel en daardoor hebben ze hem gekocht. Hoe moeilijk dat is om te kunnen inschatten. Dat was een gast met power, die had wat snelheid. Balbehandeling kon beter, maar je ziet dat hij zich ontwikkelen. Ja, doet het geweldig. Ja. En ook Giuliano Simeone is al eens mogen invallen. Ja, klopt. Ja, heeft zijn zoon bij hem. Ja, maar 18 jaar. Ja, maar ik weet maar, niet per se een hoogvlieger, denk ik. Ja, is wel al als ik hem bezig zag. Maar hij kan me tegenspreken. Ja, dus dat is wel moeilijk. Maar goed, moeilijk voor Simeone. In Atletico is er niks natuurlijk. Ja. Want hij is Atletico. Van de Voort, maar denk jij echt wel dat zij kans maken om eindwinnaar te worden? Nee, maar ik wil jullie uit jullie kot lokken natuurlijk. Atalanta, Arsenal. En ik ga zeker Atletico zijn. Ik de man, de grootste supporter van dat voetbal. Ja. Natuurlijk niet. Van jou had ik het al begrepen. Ik probeerde Wim te overtuigen. Maar Atalanta-Arsenal, mannen. Arthur Vermeeren is wel ingevallen. 60 minuten. Ja, die krijgt wel kansen. Hè? Ja, en Nusa. Oh. Ja, Antonio Nusa. Maar goed, moeten we het niet meer hebben over de penaltymisser? Nee. Daar gaan we voorbij. Dat komt allemaal wel goed. Die volgende trapt hij wel binnen. Als je zo kan doelpunten maken, waarom geef je op die manier penalties? Ja. Vraag ik mij dan af. Opnieuw een misser, Rode Duivels. En nu afgelopen weekend. Nee, dat is onbegrijpelijk, hè, Duits? Dat begrijpen we niet. Tegen Berlijn was het. Atalanta-Arsenal, Pix Plus-wedstrijd. Frankie van der Elst gaat er mee commentaar op geven, want ook Belgen in actie. Charlotte de Ketelaere tegen Trossard. Atalanta uiteraard Europa League winnaar. Arsenal vorig seizoen uitgeschakeld in de kwartfinale. En jouw favoriet vorig seizoen? Heb je die weer gekozen? Nee. Okay. Ik moet eigenlijk nog beslissen. Jij krijgt privilege. Ik wil maximale spreiding. Dus jij zit hier ons te lokken om dan zijn beslissing even later te doen. Ah, ik wil maximale spreiding. Ik denk Paris Saint-Germain, maar ik beslis straks. Arsenal, die hebben de North London Derby gewonnen van Tottenham. Maar hebben jullie de goal van Lookman toevallig gezien? Wat een speler, hè? Die besliste de Europa League finale. Ja, ze hebben die drie goals, de Ketelaere goal en assist. Kan Atalanta iets doen tegen Arsenal deze week? Ja, ik heb opgeschreven, deze ploeg heel veel toppers het moeilijk maken. En wat is je antwoord? Ik denk het wel. Ja, Wim? Vooral, en ik ben fan van hun voetbal en van Gasperini. Ja, die zit daar ook al sinds 2016. Is hij daar? Mens van 66 jaar. Die altijd dezelfde manier voetbalt. En
die toont van een geweldige coach te zijn. Want als je de lichaamstaal van Charles de Ketelaar in Milan zag, dacht je van dit is een vogel voor de kat. Dat komt nooit meer goed. En als je nu Charles de Ketelaar ziet spelen met Atalanta. Zelfvertrouwen, hè? Die goal, ja, jongen. Die goal. Die wordt altijd maar beter. Maar ook kobal, ja, goede kobal. Altijd, wat magnifieke kobal. De manier waarop, vooral de attitude, de lichaamshouding, hoe dat hem dat die binnenkomt, dat is een heel andere Charles dan bij Milan. Dat is een andere mens geworden. Weer. Ja. En nu zie je dat hij nog... Ik denk dat ze in Milan denken van... Wat hebben wij daarmee misdaan? Waarom hebben wij dat kunnen managen? Ja, maar dat is een druk. Wim, je weet dat. Dat is een topploeg. Maar hij kreeg nog een laatste kans in Atalanta. Hè. Even uitgeleend. Ja. Allee, probeer het daar maar te doen. Hè. Mm-hmm. Maar de manier waarop... De grootsheid van Milan, de druk van San Siro. Ik denk dat het allemaal wel ermee te maken heeft. En de leeftijd. Hij is en Atalanta, cozy, prachtig stadje, geweldig. Je bent er al geweest. Ik ben er geweest, ja, met Michael van Varenberg. Ik herinner me dat je toen een pizzawinkel of zo hebt bezocht. Ik ben jaloers op Frankie van der Elst, dat hij naar daar mag. Nee, ik denk dat ze het vanuit Brussel doen. Wim. Doen het vanuit Brussel. Ja, ik ben niet jaloers. Ik ben niet jaloers. We kunnen niet overal naartoe gaan, jongens. Nee, tuurlijk niet. Ja. En dat stadionnetje ook, 30.000 mensen, positieve sfeer. Arsenal krijgt het moeilijk. Ja. Arsenal dat versterkingen heeft gehaald. Sterling, Merino, Calafiori, maar er liggen er een aantal van in de Timber Appeland. Timber terug. Ja, ook. Timber terug. Toch een bredere selectie. Ødegaard ook mist de start van de campagne. Ja. Dus dat zijn wel wat redenen waardoor Atalanta iets zou kunnen raken. En Martinelli en Trossard samen aan de aftrap. Ja. Okay. Dat was iets speciaals. He, want dat is de een of de andere, ze hebben samen gespeeld. Maar dat zal te maken met Ødegaard niet bij, ik ging het zeggen. Maar toch. Met Jorginho en Partey stonden er twee verdedigende middenvelders, dus ze zullen toch wel zo wat gewisseld van positie. We moeten het nog over een andere Belg hebben. Geen speler, maar over wie moet het nog gaan? Kort. Een andere Belg? Een trainer van Bayern München, jongens. Ah ja, tuurlijk. Die eraan begint tegen Dynamo Zagreb, Vincent Kompany. Ja. We gaan hem gewoon even laten horen, hè, want de collega's van het Champions League magazine hebben hem kunnen spreken over de uitdaging die hem toch te wachten staat. There is a special feeling here about the Champions League. Whenever we speak about any game, any trophy, it's always about trying to win the competition. And Champions League is obviously the most difficult one. If you play against Bayern, it has to represent an almost impossible mission. When I played against the very best Bayern teams, they could give you that feeling. For us, it's a goal to come as quickly as possible back to giving that feeling to many opponents, hopefully in the future. My goal is to be one of these extremely positive chapters in the history of this club. That's what all of us are trying to achieve every single day. And that's an exciting challenge. Ja, het is zeker een uitdaging. Hij wil Bayern weer een van de grootste clubs, of een van de grootste Bayerns uit de geschiedenis maken. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het debuut tegen Zagreb is allemaal wel te doen, denk ik. Maar daarna... Aston Villa uit, Barcelona uit, Benfica thuis, PSG thuis. Stevig programma. Ja, maar ja. Ze zijn ook topploeg, hè? Dus ik denk dat die andere ploegen ook zullen zeggen... Oei, Bayern München zo rap. Ja, maar wel... Ja, Villa uit is ook geen cadeau. Nee, dat is geen cadeau, maar... Dat nieuwe Bayern niet voor... geweldig zijn, hè? Ja, ja. Als je dit allemaal opnoemt. Maar die deinsen toch niet terug voor Aston Villa. Denk het niet, dat is toch... Dat zijn vier matchen hierna, speeldag 2 tot en met 5, die heel zwaar zijn. Kwaliteit wel, ze. Ik heb ze al twee keer aan het werk gezien. 1-6 gewonnen afgelopen weekend tegen Holstein Kiel. Die deden het nu wel niet zo goed, verdedigend. Na 20 seconden was het al 0-1. Dan is het gespeeld. Maar in de openingswedstrijd stonden ze wel 2-0 achter. Ja, tegen Wolfsburg. Ja, dus daar is het nog wel goed moeten komen. Dus, de finale is in München. Hij heeft geen stress, hè, Vincent. Hij heeft een olifantenhuid. Hè. Dat gevoel heb je. En ik ga het hier wel eens gaan doen. En elke uitdaging, hoe groter en hoe moeilijker dat is... Dat omarmt hij, dat vindt hij geweldig, heb je het gevoel. Dus ik zie hem wel slagen. Ja, de finale is in München, Wesley. Extra reden om Bayern te zien als kandidaat? Weer. Nee, ik denk het niet. In de zin van... De blessures altijd bij de jongens, die spelen ook. Coman, Gnabry. Ja. Het gaat heel veel op Kane en Musiala. Ik heb ze vorig jaar bezig gezien. Ik moet wel zeggen, ze waren...
nog redelijk goed tegen Real, in Real. En dan uiteindelijk, in het laatste van de wedstrijd, krijgen ze dan nog die goals binnen met een foutje van Neuer ook nog. Dus ik weet het niet. Natuurlijk gaan ze meedoen, hè. Maar om Opa, echt de finale... Mekano achterin. Ja, achterin. Kim Min-jae. Ja. Okay. En, dat is een 1 dus. En de vloek van Kane. Ja, dat gaat toch niet gedaan zijn. Hij had één keer gedaan, dat moet het dit jaar. Ja. Die gaan we vergeten, die vloek. Ja, dat zal wel lukken. Hij heeft een hat-trick gescoord. Maar Vince is wat bijgekomen. Ja. Dat ja. heb ik gezien. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Normaal dus hij heeft geen stress. Nee, hij heeft geen stress. Dus de Wim zegt dat als je stress hebt, dan valt af. Oké, okay. Ja, vandaar. goed, mannen, het is jammer, maar we gaan het hierbij houden. We hebben gewoon niet zoveel tijd. Maar er zijn nog Milan-Liverpool deze week, PSG-Girona, Monaco tegen Barcelona. Het is een fantastisch programma. Het Champions League-debuut van Bologna, Stade Brest, dat eraan begint. Dat is allemaal voor later, hè. Dus het nieuwe format, om terug te keren naar het begin, zal elke keer weer ons doen zeggen van ja, het is een geweldige speler. Ja. Zeker kijken naar de multilife, we gaan van alles te beleven. Ja, en veel verrassingen, veel topwedstrijden. Het zal elke keer van dat zijn. Dus goed nieuw format. Absoluut. Inderdaad. Dankjewel Wim, dankjewel Wes. Het wordt één groot Champions League feest. Deze week dus 3 topavonden voetbal met 6 wedstrijden per avond. En zowel op dinsdag, woensdag als donderdag gooien wij de poorten van onze Multilife studio open. Om 8:15. Ik hoop voor u dat u erbij bent.